En het openen van een werkruimte voor de president van de Republiek Suriname in het district Nikeri is geen slecht idee. Dit zegt bestuurskundige August Boldewijn. Hij is van mening dat de taken van het kabinet van de president in Paramaribo wettelijk zijn vastgelegd. Volgens de bestuurskundige gaat het slechts om de spreiding van de macht binnen één en hetzelfde orgaan. Wat de afdeling van het kabinet van de president betreft, is het zo dus dat wat ik heb begrepen is dat dat kabinet is bedoeld om mensen te ontvangen wanneer hij daar is. En dat is niet problematisch, is niet negatief, het is juist positief. Omdat er misschien zaken kunnen zijn die hij meteen kan behandelen, in plaats van dat de districtscommissaris dat naar hem toestuurt in Paramaribo. Het gaat om de verkorting van werkzaamheden. Dus bepaalde zaken die dus bij de districtscommissaris horen, als zeg maar voorzitter van het districtsbestuur, voorzitter van de districtsraad, die worden hem niet ontnomen en die worden dus niet beperkt of verkleind. Het gaat er alleen maar om dat de president van oordeel is dat wanneer hij in het district komt en er zijn zaken die hij met mensen kan bespreken, zaken die hem overigens ook kunnen worden voorgelegd door de districtscommissaris, dat hij dat in een bepaalde locatie moet doen. Gewezen directeur van het kabinet van de president Eugène van der Zaan gaat een stapje verder. Het openen van een werkruimte voor de president in een district is volgens hem niet verkeerd. Maar de benaming en de doelstelling van een dergelijk kantoor moeten wel in lijn zijn met de wettelijke vastgestelde bevoegdheden van een president, geeft Van der Zaan aan. Nou, ik moet zeggen, toen ik het hoorde en de dingen die men daarbij heeft gezegd, dacht ik, het is goed bedoeld, maar het is verkeerd uitgelegd. Het kabinet van de president kan niet gedecentraliseerd worden in een district. Decentralisatie vindt bij diensten geen plaats. Deconcentratie kan plaatsvinden. Dat wil zeggen, een dienst, een afdeling van een ministerie of wat dan ook, wordt geopend in een district of ergens in een resort. Het kabinet van de president kan niet geplaatst worden in een district als kabinet van de president. Wat men bedoelt te zeggen, is een werkplek van de president. Dat kan. De president wil een werkplek hebben in het district en dan kan hij daar een werkplek bij het districtscommissariaat of elders laten klaarmaken voor hem. Dat kan. De regering Santokki Brunswijk streeft ernaar om de aanwezigheid van overheidsinstituten in de districten op te voeren. Dit met als doel de participatie van de plaatselijke gemeenschappen en overheidsstructuren te verhogen en waar nodig extra te stimuleren. Arun Hardin, directeur politieke en beleidsaangelegenheden, benadrukt dat het kabinet van de president niet is verplaatst naar het district Nikeri. Paramaribo blijft volgens Hardin het bestuurscentrum van Suriname. De handeling die vorige week donderdag 22 april is verricht door de president in Nikeri, dat betreft het in gebruik nemen van een werkruimte van het kabinet van de president. En deze werkruimte is gevestigd op het districtscommissariaat van Nikeri en is puur bedoeld om de president onder andere een ruimte te bieden voor de uitvoering van zijn werkzaamheden als president als hij zich in het race-district vertoeft. Ik denk dat die verwarring is gaan ontstaan aan de hand van de informatie alsof het kabinet, zeg maar het afgeleide van het kabinet in Paramaribo in Nikeri opent, maar dat is dus nogmaals niet zo. Het betreft gewoon een eenvoudigheidshalve aan de werkruimte voor kabinetsmedewerkers dan wel voor de president als hij of zij zich in het district vertoeft. Paramaribo is het bestuurscentrum van de Republiek Suriname. En als zodanig wordt daaraan niet tekort gedaan.